Ik vind dat een super narcistisch beroep eigenlijk. Allee, beroep, pas op. Het is een beroep, hè, ondertussen. Ik verdien daar geld mee, maar... Ah, oh, ik verschot! Oh my god, she's making money! Ik was fucking aan het schoten, ik was gewoon... Woo! Thank you very much for clicking on this video. Don't forget to like and consider subscribing. Ik ben comfortabel, ik ga Marie de Zetter een beetje naar rechter zitten. Naar rechter in welke zin? Niet zo. Gewoon laid back. Anders daar, je moet daar aan. Oké, ja, nu ben ik meer comfortabel. Ik was even niet op mijn gemak. Hey, maar ik kan zo dat zo mijn fluistercamera zo. Maar je wilt die vragen niet op voorhand zien? Nee, nee, ik wil niks op voorhand zien. We gaan beginnen voordat het hier al donker wordt. Dus, alright, church questions. Mensen, dames en heren, ik ben met de enige echte Virgo Princess, a.k.a. Caro. Ik was aan het denken wat juist antwoord. Ik ben klaar voor alle vragen vandaag. Maar niet zo van, wat is je lievelingskleur en zo van die dingen. Dat can I do my job? Nee, Can I do the talking? Dat ik op alles moet antwoorden vandaag. Dus, voilà. Nee, maar dat is gewoon... Snap je? Maar er is niks dat... Weet je wat? Just let me do. Dat is echt nog mooi, die houtjes hier. Seigneur Jezus Christus. Wow, focus. Dat is toch, focus, waar is focus? Vragen. Oké, jullie kennen het concept. Ik heb een paar vragen voor deze dame hier en zij gaat op een zo goed mogelijke manier antwoorden. Without any further ado, let's... Voordat we beginnen, sorry dat ik je intro doorbreek, maar we moeten even op camera vastleggen. Jesus. Dat als ik subiet iets zeg, ik struikel over mijn woorden of ik zeg iets dat ik niet mag zeggen. Ik heb nu hier op beeld, ik mag zeggen van, oké, dat knipt je eruit, je knipt het eruit, hè. Ja, geen stress, sowieso, ik kan je toch niet in de zak zetten of ik kan je toch niet zwart maken. Als je subiet pakt, jij kluit of zo. Ik ken u een beetje. Ik weet, je gaat sommige dingen daarin laten omdat dat grappig is, maar uiteindelijk dan komt dat op mijn nek. Ik zeg het u. Dat gaat op mijn nek komen. Dus ik ga kei voorzichtig zijn vandaag. Alright, is goed. You do you. Er is een tweedelig antwoord. Dus ik ben begonnen met TikTok. Ik heb een account gemaakt omdat ik wou zien wat mijn broer aan het posten was. Die had zo way back begonnen. Wat is dat? Had je niet die flits gezien? Maar er zijn auto's die voorbij rijden, dus die flitsen, dat zijn... Maar die moeten hier helemaal niet rijden. Hoezo, die moeten hier niet rijden? Die straat hier is afgesloten, die mogen hier niet in. Toen denk ik, ja, maat, Jesus. Oké, okay, ja, sorry. Alright. Maar dus ik wou mijn broer supervisen. Mijn moeder had mij gezegd, Caro, wat is dat allemaal, die TikTok? Mm-hmm. En had ik een account daarop gemaakt en ik vond dat nog wel grappig. Mm-hmm. Maar toen was dat zo die cringe-tijd, zo, vorig jaar, 2019. Dat was TikTok. Ah, op die manier, ja. Iedereen vond dat vies en lelijk en je pak wel allemaal. Mm, ik vond dat ook. Dus ik zit gewoon te scrollen. En puis, dan was het lockdown. Dus we moesten allemaal in ons huis en zo. Ik weet niet waarom dat ik dat... Wauw, dit was het lockdown. Nee, ik mag zo niet praten. Dat ben ik niet. Iedereen is in huis en zo. Ik deed zo. Sorry, ik was een presentatie aan het geven. Nee, dat mag niet. Ik ben moe. Oké, dus, wat was ik aan het zeggen? Het was lockdown. Ah ja, het was lockdown. Mm. En we hadden dus niks te doen. En niet dat ik ga TikToks maken, dat heb ik dus gedaan. Met het idee dat niemand daar naar ging kijken. Gewoon een beetje voor jezelf en voor de vriendinnetjes. Zo'n beetje als Finsta dan. Maar gewoon, denk ik, om daar mijn eigen te kijken. Of zo van, hoe werkt dat? Alright. Dan zo dingen uitproberen en zo, coole filters en ik weet niet wat allemaal. Ja. Yeah. Maar bon, ik zette dat nooit op openbaar. En dan had ik dat één keer wel gedaan. En dan een tweede keer en dan een derde keer. En dan had ik eens één video gemaakt, zo polyglot check. Ik weet niet of je dat ooit hebt gezien. Nee, weet ik niet. Dat is van mensen die veel talen kunnen spreken. Oh, ik had een paar zinnetjes in elke taal. Yeah. En puis, dat was viral gegaan. En toen hoorden mensen dat ik Brussels accent heb als ik aan het praten ben. En die zeiden, wauw, praat meer. En dan ben ik daarmee begonnen. En zo is het balletje aan het rollen gegaan. Voilà. Eigenlijk een beetje gewoon omdat je broertje wou, zeg maar, in de gaten houden. Ja, maar die weet dan niet. Ja, maar nu, je hebt het al gezegd, sowieso. Dus ja, maar dat maakt niet uit. Dus om je broertje in de gaten te houden en dan ben je daar zelf eigenlijk mee begonnen. Ja. Je hebt dat eigenlijk zo in het kort juist zo helemaal samen gehad. Ja, dat is ook de bedoeling. Ik had niet kunnen antwoorden aan mijn broertje, lockdown. Klaar. Maar ja, ook bijvoorbeeld, zoals je zei, je had zo één TikTok gemaakt, tweede, derde. En dan die dat je had gemaakt, die was, zeg maar, viraal gegaan. Is dat
dat echt wat je heeft gelanceerd? Of daarna had je nog andere zo, zeg maar, TikToks gemaakt die ook veel cloud pakken? Want ik bedoel, ja, hoe tuurlijk, heb je dat die... is niet door één TikTok dat je al die volgers hebt. Dan heb je dat. Misschien 200 volgers bij in het begin. Hè? Mm-hmm. Nee, ik had dan zo, ik weet niet, mijn liefde voor Fanta is verklaard op TikTok en zo. En dan was dat zo ineens mijn ding geworden. Dus mensen noemden mij zo CEO Fanta en zo. Wat? Dan had ik zo andere video's gemaakt, waar ik zo meer mijn mening aan het geven was. Precies. En toen werd dat nog getolereerd op TikTok, want ik had nog lang haar en zo. En mensen, ik was nog echt zo, ik was nog... Maar nee, wacht. Nu wat ik nu ga vertellen, dat moet je echt onthouden voor de rest van je leven. Ik zie er niet uit als een mainstream person, snap je? Dus als iemand haar bek komt opentrekken op TikTok over Vlaams Belang, feminisme, racisme, al die shit. Ik pas niet binnen het plaatje, dus er is sowieso al iets. Ik zeg altijd, ik heb drie soorten haters. Ik heb mensen die me haten om hoe dat ik eruit zie, om wie dat ik ben. Ik heb mensen die mij haten voor hetgeen wat ik zeg. Dus niet om wie dat ik ben, maar voor hetgeen waaruit mijn mond komt. En dan zijn mensen die mij haten, omdat zij mensen volgen die mij haten. Dus bijvoorbeeld... Die volgen dus, gewoon schaapjes een beetje. Zo. Ja, dus die volgen, die haten eigenlijk op mij, omdat ik zoiets beef heb gehad met een van die andere mensen, of dat ik daarop in ben gegaan. Dus voilà, dat. Om dan terug te gaan op het vorige. Ik ben niet mainstream, ik heb geen gewoon uiterlijk. Wat wil zeggen dat er iets extra aan mij is om te haten. Dus nu is mijn TikTok zo geëvolueerd, dat ik nog kan gaan verkondigen wat dat de moleculen van water en H2O en kun je niet allemaal zijn. Mensen gaan steeds zeggen, oh, dat is niet waar. Maar dat maakt het makkelijker voor mij om mij daarvan te distancieren natuurlijk. Hè. Maar dus, essentie van het verhaal. Ik heb eens een paar keer mijn bek opengetrokken over Zwarte Piet, over lichaamshaar bij vrouwen, over Vlaams Belang, denk ik. En toen is mijn clout gekomen. Omdat je echt je mening durfde geven, want veel mensen denken dingen, maar durven dat niet luid opzeggen. En dan als jij dat doet, plus met je uiterlijk en zo erbij. Voilà, is dat is zo extra... de whole package om op te haten, maar haat is algoritme boosten. Tuurlijk. Dat is echt... All publicity is good publicity. Dat is echt waar. 8000 volgers op Insta. En dan meer dan 5 miljoen likes op TikTok, heb je dat gezien. Epic, hè? Zot, hè? Dat is toch ziek? In hoeveel tijd eigenlijk? Wacht, welke Hoe lang heb je... We zijn nu... April, maart, mei... Wacht, what the fuck? April, mei, juni, juli, augustus, september, oktober. Oktober, 7 maanden. In 7 maanden tijd? Ja, en, maar wat echt nog raarder is voor mij, is ik was zo'n documentaire aan het kijken van Maître Gims op Netflix. Ja, ik had ervan gehoord, maar ik heb nog niet gekeken. En op een gegeven moment staat hij in Stade de France. 72.000 toeschouwers. En ik keek die vorige week, dus ik had 72.000 volgers op TikTok. Ja. En dat is imagery van 72.000 mensen bij elkaar. En ik was zo van, zo begint dat. Dan was ik zo van, oké, 14.000 volgers, dat is één sportpaleis. Nu heb ik er wel een paar, snap je? Als mijn volgers zouden daar niet in geraken, dan ben ik zo van, allee... Tu vois, mijn volgers zouden daar niet in geraken. Maar Insta, dat is zo mijn platform dat mensen mogen vinden. Snap je wat ik wil zeggen? Dus als je op mijn Instagram komt, je gaat mooie foto's zien van mij. Je ziet met wat ik bezig ben met mijn filmpjes en zo. Met een beetje een filter. Zo. Voilà, zo, dat is zo wat gesofisticeerd. En als jij kijkt op TikTok... Is het Twitter eigenlijk een beetje? Ja, dat is mijn mondelinge Twitter eigenlijk. Want vaak plaats ik tweets en dan maak je daar TikToks over of omgekeerd. Dus dat is nice, maar inderdaad, dus Twitter en TikTok, dat komt wel zo goed overeen. Terwijl dat op Twitter mensen meer een filter hebben. Ja, is dat? Ja, ik heb niet veel haat op Twitter. Ik heb wel al, ik heb wel al niet... veel haat gekregen van zo radicale mensen op Twitter, zo politici en zo, die mij komen uitschelden door het vel van de straat. Maar op TikTok, dat is zo gemakkelijk en daar zitten fucking veel jonge kinderen op. Waardoor dat, en ook gewoon van die mensen die het gewoon fucking grappig vinden. Maar TikTok is een app waar dat begonnen is met mensen die daar op haten. En die zijn daar dus nog allemaal. En zeker sinds de quarantaine verveelden mensen zich. Dus ze waren van, TikTok, ik ga dat wel bekijken. En haatcomments plaatsen. Ik denk dat dat ook zo'n soort tijdsverdrijf is geworden van bepaalde mensen om zo... Maar ik zie dat als iets van, ja, fuck it, als je zo doet, dan is dat mijn probleem niet. Maar soms zijn er wel comments die mij raken, maar dan gaat dat niet over mij, dan gaat dat over mijn broertje of over... Oh ja, dat is wel... Als ze willen haten, haat dan op zijn minst op mij, maar ga niet haten op familie of zo, want dat ligt dat is echt fucking kut. Ja. Dan ben ik echt zo wel van... Ik ben ooit iets bedreigd geweest, maar legit dat iemand zei van, ik weet waar jij werkt, en zo adres en al, en... Maar hij stuurt adres en al, zo van, ik weet waar jij werkt, hij denkt van, je adres, tja. Ja, maar
echt legit. Serieus? En, die, ja. En toen dacht ik van, oké, snap je, als ik dat ben, je m'en fout. Allee, niet van je m'en fout, ik voelde mij niet bedreigd in de zin van, die had mij iets komen aandoen, dat niet. Maar ik had wel zoiets van, om mij echt te raken, moet je mijn familie raken, snap je? Ja. En mensen, er zijn sowieso mensen op deze wereld die denken van, ik ga Caro niet rechtstreeks iets aandoen, maar misschien haar familie wel. Of snap je, mensen die echt slechte bedoelingen hebben. Die zouden misschien, dat is niet meer iets dat alleen bij mij voorkomt, dat is ook iets dat voorkomt bij mijn familie, omdat die rond mij zijn, snap je? Dus ook mensen die goede vrienden van mij, die ook op TikTok zitten bijvoorbeeld, of die ook op Instagram zitten ofzo, die hebben ook al zo van die berichten gekregen, dat ik heb van Jezus Christus. Ja, je hebt gekke mensen, echt hè. Ja, en ik weet niet waar dat die zich verstoppen eigenlijk. Maar wat is passé, dat is al afgehandeld. Ah, wel, ik heb daar vandaag nog over gesproken met iemand. Eigenlijk handig, want anders had ik niet op die vraag kunnen antwoorden. Ik denk ten eerste dat er geen Vlaams, geen Brusselse Nederlandstalige TikToker was die groot was op TikTok. Dus dat wil zeggen, in Brussel heb je wel TikTokers, maar die zijn Franstalig. Ja. Dus voor de Vlaamse community is dat leuk, dat ze, was dat nice om eens iemand te zien die... hun represent. Ja. Ja. Ja, of die misschien zojuist niet uit Vlaanderen komt, want ik spreek ook niet als een mainstream Vlaming. Klopt. Zoals ik daar straks al zei van dat accent, dat is wel opgevallen. Mm-hmm. Ik denk omdat er zijn heel veel mensen tegen mij, maar de mensen die mijn mening delen, die houden van mij, basically. Mm-hmm, mm-hmm. Het is niet zo in between, het is of ze zijn echt volledig in jouw team of echt. Maar er is wel in between, maar de groepen zijn veel groter. Het ligt allemaal verder uit elkaar, dus je hebt wel wat mensen die zo alle twee die zijn van, deze video vind ik niet nice van u. Mm-hmm. En dan van, allee, dat is ook wel, hier ben ik het dan wel eens mee. Mm-hmm. Maar meestal is het haten of houden van. Mm-hmm. En die mensen die van mij houden, allee, ik vind dat zo gaaf om dat te zeggen, maar bon, het is zo. Ja, het is zo, toch? Het is positief. Die wat links centraal in politiek gekleurd zijn, of die ergens human sense hebben of zo, of decent denkvermogen, is dat dat? Ja, dat is denkvermogen. Ah, wel ja, die vinden dat wel leuk als ik gewoon zeg van, yo guys. Hey guys. Misschien moeten we gewoon niet racist zijn vandaag of zo. Maar dan zijn er ook zo van die dingen waar dan mensen echt niet mee om kunnen als ik die zeg, omdat dat confronterend is. En zoals een... Bijvoorbeeld, ik had ooit eens gezegd van... dat is een TikTok die ik altijd in mijn hoofd heb als ik dat zeg. Dat is bijvoorbeeld, ik had een TikTok gemaakt van... Yo, als jij haat op homo's, maar je kijkt wel elke avond je lesbian porn, dan ben je homofoob, klaar. En alleen mannen waren bezig zo van... Ja, dat vind ik nu toch niet hetzelfde. En zo heel die En dan denk ik van... Wacht. Als je haat op homo's... Dus homo-mannen, hè? Ja. Als je haat op homo's, maar je kijkt lesbian porn, dan ben je homofoob. Ja. En homofoob, dat is zo... Wat bang zijn van homo's, of... Nee, dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je een homo-hater bent. Een homo-hater. Dus ken hem, ik vind de hypocrisie super groot. Oh, in die zin, ja. Tussen het feit dat mensen homo's in elkaar gaan slaan, maar wel bij wijze van spreken bij elk lesbisch koppel dat voorbij loopt en er een beetje oké uitziet, dat ze zijn van... Dat is mooi, fucking geil, want dan kan ik er gewoon bij gaan liggen. Snap je, zo die vibe. Dat is hypocrisie. Ja, klopt wel. En dan ben ik zo in mijn hoofd van, ik snap dat je niet eens bent met wat ik zeg, omdat je dan moet feesten dat je fucking homofoob bent, snap je? Mm-hmm. Mensen geven heel graag toe dat ze homofoob zijn, maar dan moeten ze ook die lesbiens op hun scherm haten. En dat gaat niet. Dat is niet... Klopt. Dat is niet nice. Dus zijn zo van die kleine dingetjes dat ik zoiets heb van... Ja. Ah, van die kleine video's dat ik zoiets heb en dan mensen herkennen zich daarin en zijn boos. Mensen zijn boos. Mensen zijn boos in het algemeen. Het is dus de samenleving, zeg maar, de mensen, de dag van vandaag zijn echt grijs. Grijs van binnen zo. Alles is zo negatief, snap je? En dan als iemand, zeg maar, iets goed doet of iemand is gewoon zichzelf of zo, mensen kunnen daar echt niet tegen. Nee, mensen kunnen daar echt niet tegen. En soms betrap ik mij er zelfs op dat ik die mindset ook begin te krijgen. Besef dat ik zo... Ik ga je nu echt het geheim vertellen waardoor dat... Waardoor dat ik kan doorgaan met wat dat ik doe, hè. Yeah. Want ik kan je zeggen dat soms dat is echt niet gemakkelijk. Soms heb ik dan zo 4 video's op rij gemaakt die fucking controversieel zijn. Over dat ik... maar dat ga ik nu tegen u niet zeggen, want je gaat ook met mij beginnen discussiëren. Maar ik gewoon... Nu wil ik dat weten. Ik zal u wel een beat op. Ja, is goed. We gaan niet op camera, want ze biedt... Wat was ik aan het zeggen? Ja, nee, misschien eventjes background information. Zij en ik soms hebben wel van die heated conversations over bepaalde dingen. Dus. Maar dat is wel echt nice. Ik zal dat misschien niet toegeven. Wat? Maar er zijn soms wel dingen waarvan ik zeg...
hebt gelijk, maar ik zeg... Sowieso heb je gelijk! Hey, missen! Ik ben respect wel het enige wat ik zeg, positief. Put some respect on my name, please. Nee, wat was je aan het zeggen? Je was aan het zeggen dat je soms 4 TikToks op een rij maakte. Die controversieel zijn. En dat ik dan zoveel klappen moet incasseren, maar legit. Maar daar moet ik zoiets nog iets over vertellen waarom dat dat zo'n grote proportie haatcomments zijn altijd. Ik heb een theorie ontwikkeld. Alleszins, het komt er gewoon op neer. Dat ik dan zo 4 dagen bijvoorbeeld hard ga, snap je? Praat over alles wat ik wil zeggen. Mm-hmm. En dan ben ik 3 dagen weg. Even de stoom laten passeren. Dan zie ik dat ik melding heb op TikTok. Ik doe zo. En dan sluit ik die app weer. En zo ga ik verder. Legit, ik lees dat zelfs niet eens meer. Yeah. En dan ga ik zo soms na een weekje, ga ik terug naar die video. Yeah. Dan kijk ik wat de topcomments zijn. Mm-hmm. Als die topcomments veel likes hebben en dat zijn haatcomments, ik verwijder dat, want ik gun die mensen geen plaats. En ik ga verder met mijn leven. Ja, maar, de theorie. Je weet dat ik zo geïnteresseerd ben in psychologie. Hè? En true, dat weet ik zeker. Ik heb gemerkt dat als je een video plaatst, ik ga je een voorbeeld geven. Hè? Ik had eens een broek aan en dat is zo'n mannenbroek zo met verschillende knoopjes. Zo. Dus dat is niet zo één knoop van boven mijn hoofd. Ja, zo dat knoppen zo knopen zo. En er is er daar zo eentje van weg. En ik zat zo op een stoel en je kon zien dat daar één knoopje miste, maar mensen dachten dat mijn broek op stond. Mm. Bon, dus ik post die video en iemand zegt gewoon iemand, ik weet niet waarom dat hij naar daar aan het kijken was, maar die zegt, je broek staat open. En ik denk, ja, ik negeer dat, ik ben zo van... Zo van, kom maar, daar comments... gaat u de video echt niet om. Dus, en dat boeide mij eigenlijk ook echt totaal niet. Twee uur later kom ik terug op die video. Die like, die 20 reacties. Je broek staat op. Je broek staat op. Oh, boys, kom op, man. Maar ik weet voor 100% zeker, hè, dat als die eerste comment daar niet geweest was, de andere mensen dat waarschijnlijk niet hadden opgemerkt. Want dat was echt niet obvious. Dus die ene persoon heeft dat opgemerkt en mensen voelen de nood om dat ook te zeggen. Ja, en dat is met alles zo. Gotcha. Als ik bijvoorbeeld iemand had mij een comment geplaatst op een broer van mijn een video van mijn broer. Een video van mijn broer. Een broer van mijn video. Van, hij is die gay of zo. En ik reageer daarop gewoon van. Maar ik kreeg die comment redelijk vaak over mijn broer. Is dat? En ik had daar gewoon 1 keer 1 comment gepakt. Dus dat was niet om die guy te viseren. Dat was gewoon om de comment aan te pakken van. Stop me dat te zeggen. Mm-hmm. Want als jij je zorgen gaat maken om de seksuele geaardheid van een 13-jarige. Ben je gewoon een fucking creep. Dat is gewoon fucking raar. En ik zei ook van. Dat hij die kleren draagt, dat maakt hem geen homo bijvoorbeeld. Vinden mensen dat hij homo kleren draagt of zo? Ja, ik snap het ook niet zo goed. Mm. Alleszins, mensen zeiden, iemand zegt, maar dat is maar een vraag hoor. Een paar uur later, maar wat zit je te zeggen, dat is maar een vraag. Oh, is dat gewoon een vraag allemaal. En dan denk ik van, mensen zoeken zo. Jullie zijn allemaal hetzelfde eigenlijk. Ja, die volgen gewoon die... Je wilt je gewoon relevant voelen. Ja. Zo van, ik ga eens proberen om een comment te plaatsen in de hoop dat 30 mensen het ermee eens zijn, dat gaan liken en dan voel ik mij gewaardeerd. Dan heb ik eens iets gezegd. Mm. Dat is zo mijn vibe die ik daarbij krijg. Sommige mensen plaatsen haatcomments in de zin van, dat is haat en dat klopt, dat ze zeggen. Dat ik bijvoorbeeld uitvliegend ben geweest of een keer... Of dat ik iets heb gezegd dat niet oké was en die daarop haat. En dan ben ik zo van, oké, dat snap ik. En dat zijn dan de comments die ik niet zou verwijderen. Maar ik ga wel zeggen dat ik het meeste apprecieer is gewoon als mensen gewoon rustig uitleggen waarom ze het niet eens zijn met mij. Van, alles wat je zegt is stom, want je bent lelijk. Snap je? Dan ben ik zo van, oké. Come on, bro. You better than that. Maar kijk hoe overbelicht dat is. Maat! Maar het contrast is te groot. Welk contrast? Ik ben overbelicht, kijk. Maar je bent zo... Ja, ik ben echt wel wit. Misschien is dat gewoon echt mijn huid. Maar kijk, het ding is ook... Weet je wat je moet beseffen? Mijn video's zijn niet professioneel gefilmd. Dus stel dat je... Let me finish. Mijn video's zijn niet professioneel gefilmd en mensen weten dat. Dus stel dat jij overbelicht bent hier. Alright, mensen gaan niet denken van... What the fuck, ze is zo bleek. Ze gaan weten, oh, die shit is overbelicht. Als ze dan naar uw video's, die professionele video's gaan kijken... Gaan ze zien, oké, dat is haar huidskleur. Alright. Die guy heeft gewoon verkeerd gefilmd. Snap je? Dus ligt daar niet van wakker? Ligt daar niet van wakker? Maar dat is het fundament van mijn TikTok. Maar echt het fundament. Want ik weet, de dag dat ik beslis om mijn mond te houden, mijn haar te laten groeien, om basic kleren te gaan dragen, om TikTok-dansjes te doen... TikTok-dansjes te doen! Die shit
Ja. Dat zorgt ervoor dat mijn account naar beneden gaat. Want dat is niet waarvoor dat mensen mij volgen. Mm. Ik ben er heel trots op om te kunnen zeggen dat als andere TikTokers mij voor de eerste keer ontmoeten en die kennen mij alleen van op hun scherm, dat die ook die persoon gaan krijgen in het echt. Precies, ja. En dat vind ik belangrijk. Nee, dat is want echt Want ik heb dat al meegemaakt. We gaan geen namen noemen. Maar ik heb dat wel al gehad, de shock. Van, ah, hey. En dan zijn dat zo andere mensen, hè. Ah, mensen maar die jij op TikTok kent of zo, ja. Van TikTok kent, en dan zie je jullie in het echt en denk je van, wow, ik had niet verwacht dat je zo was. Jij bent een typetje op je dinges. Got you. En soms is dat van, ah lol, je bent niet echt zo irritant als op je video's. Soms is het in de positieve zin, maar soms is het ook echt. Het ook van, ik vind je veel leuker op je TikTok. Op je TikTok, blijf daar gewoon, alright. Mm. Ja. Nee, dat is waar. Maar ja, gewoon een message naar de mensen, wees gewoon jezelf. Maar dan moet je wel privileged enough zijn om dat wel zo'n beetje te weten. Want ik denk dat dat niet vanzelfsprekend is om altijd te weten wie dat jij bent. Of om jezelf gewoon te zijn, want je moet dat leren om dat te kunnen. En je moet ook gestimuleerd worden en een safe space hebben om dat te kunnen zijn. Ik denk dat als er van dag 1 op mij gebijst werd om wie dat ik was, dat ik dat misschien niet had volgehouden. Zo. Oh, je bedoelt dat je zo wel die goede freedom... Een goede basis. Goede basis, ja. Maar dat ik voel dat dat geaccepteerd wordt. En daarna die headcomments die erbij komen uit, snap je? Mm-hmm. Ik weet van waar dat ik kom. Allee, van waar dat ik kom, dat is fucking raar om te zeggen. Van de bottom. Dat is kei gênant. Nee, maar ik bedoel van de positieve comments in het begin. Dat was nooit haat. Alleen nooit, voor 2 weken niet. En daarna is dat begonnen, maar ik bedoel. Je snapt wat ik wil zeggen, ik hè? Snap jullie wat ik wil zeggen? Nee, maar je zei iets, je was iets aan het zeggen van dat dat niet vanzelfsprekend is om jezelf te zijn. Dat is wel iets aan mis bij. Want ik zou denken van wat dat er ook is, wees of zeg maar wees in één lijn wat je zegt, wat je denkt, wat je doet. Laat dat, snap je, één ding zijn. Dus be true to yourself, snap je wat ik bedoel? Ja, maar jij weet dat dat niet vanzelfsprekend is. Hoe bedoel je dan? Jij weet toch ook dat... Sorry dat mijn arm zo lang is. Ja, nee, zeg maar. Dan kwam ik even in je personal space. Oh shit. Wow. Nee, wat ik wou zeggen is, jij promoot op je Instagram dat je moet zorgen voor jezelf, right? Mm-hmm. Je moet... Nu heb je het over mij. Ja, nu heb ik het over u, hè. Oké. Maar ik doe dat zelf ook, maar ik ben even over u bezig. Mm-hmm. Je weet toch dat als we in een samenleving zouden leven, waarbij dat het normaal is om dat te doen, mm-hmm. om goed voor jezelf te zorgen, dat je hoogstwaarschijnlijk niet zoveel daarover zou moeten praten. Snap je wat ik wil zeggen? Klopt. Dus wat ik aan het denken was, is we leven in een maatschappij waar dat... Ik zie waar je naartoe gaat. Mm. Waar dat wij continu in presteren leven. Je moet die job hebben, je moet zoveel geld per maand verdienen. Je moet op die leeftijd kinderen hebben en getrouwd zijn. True. Je moet vooral niet te veel tegenspreken. Je moet vooral niet die shit doen. Je moet vooral braaf je oksels scheren. Je moet braaf... Allee, snap je dat? Ik zeg dat nu, maar bijvoorbeeld... 40 jaar geleden was dat totaal niet zo. Zelfs 20 jaar geleden was dat totaal niet zo. Dus wij gaan mee met een soort stroom. En de maatschappij bepaalt voor ons wat dat wij moeten doen klopt, nu. Klopt. Dus daarmee dat ik zeg, vanaf jongs af aan, je wordt gepest. Allee, ik ben nu niet gepest geweest, maar je wordt gepest. Of je bent een pester. Of je hebt een moeilijke thuissituatie thuis. Allee, thuissituatie thuis. Je hebt een moeilijke situatie thuis, waarbij dat je misschien van je ouders niet hetzelfde kunt zijn. Je moet Latijn doen tegen je goesting. Snap je, wij moeten zoveel. Waar weet je dan wat dat jij wilt doen? Want dat is zo'n een groot dilemma. Je hebt niet de ruimte om zelf na te denken. Alles wordt zeg maar... Dus daarmee dat ik zeg, als jij op je 20ste, of op je 22ste, op je 23ste, op je... Ik weet niet hoe oud je bent, misschien op je 16, ik weet dat niet. Weet wat dat jij wilt doen en je wordt gestimuleerd om daar die vrijheid te hebben. Dan ben je geblest. Dan ben je geprivilegeerd en geblest. Daarmee dat ik ook zeg van, dat is fundamenteel voor mij. Ja. Omdat juist zoveel mensen dat willen leren van mij. Dat ik zeg van, joh, jij weet jezelf waarde niet, want jij blijft die guy sturen, ook al ditch je de hele tijd. Ja, ik got you. Dat mensen leren van, ah wow, zelfwaarde, wat is dat? Mm-hmm. Zelfrespect. Ik zeg dat vaak, ik ben eigenlijk nu de persoon die ik nodig had toen ik misschien 14, 15, 16 jaar was. Die dat dingen. Wel, dat is wel mooi als je dat kan die zeggen. Die messages die ik soms geef. Bijvoorbeeld heel simpel, het is je taak niet om ervoor te zorgen dat je ouders je graag zien. Dat moet van hen komen en jij geeft dat terug. Maar jij moet bijvoorbeeld niet... Dat is een video die ik had gemaakt die mij heel veel heeft geholpen door dat zelf te leren beseffen. Dat ik niet de relatie met mijn ouders in stand moet houden. Dat je ouders kiezen om u te krijgen. En je neemt de moeilijkheden van een kind daarbij bijvoorbeeld. Mm. En dat is een wisselwerking op langere termijn. Maar zolang dat er die hiërarchie is, moeten je ouders ervoor zorgen dat zij je genoeg tonen, dat ze je graag zien. Maar dat moet niet van u komen. Het moet van hun kant komen. Jij moet er niet voor zorgen dat je ouders
u graag zien, ja, of dat tonen. En als ik dat misschien een paar jaar geleden had gehoord, dan was mijn leven waarschijnlijk anders gegaan, of was het misschien juist slechter gegaan, ik weet niet. Maar dat zijn van die dingen dat ik soms in mijn DM's krijg van, yo Caro, je hebt iets gezegd over, ik weet niet, seksueel misbruik of zo. En nu besef ik daar iets met mij is gebeurd dat niet oké is. Mm. En ik ben wel van plan om dat tegen iemand te vertellen. Dan ben ik zo van, God bless, misschien is dat iemand die uit een bubbel komt van een miserabele situatie, die misschien hulp kan zoeken daarover. Mm-hmm. Dat is waar ik het voor doe, legit. Dat is wel nice als je zo'n berichten krijgt, hè. Als je effectief mensen hun leven... Allee, als je impact hebt op mensen in leven. Mensen... En dan, die haatcomments, dat doet dat dan echt allemaal niet. Nee, helemaal niet, want je doet het echt voor die berichten die je dan krijgt, die positieve berichtjes. Als... Ja. Deze topic switch. Ik vind dat een topic switch. Maar dat is eigenlijk geen topic switch, want ik spreek daar ook veel over TikTok op. Maar bon. Wanneer dat je wist... Ja, wanneer wist je van want je hebt... Mijn vader heeft me dat ook gevraagd. Wanneer wist je dat? Hoe lang heb je dat verzwegen voor mij? Ja, wel. Snap je, wanneer wist je van oké, het is niet alleen... Wanneer is jongens. Dat begonnen? Dat die vibe? Nee, niet op die manier. Maar wanneer zo van, heb je het gevoel van, het is niet alleen jongens precies. Ah wel, kijk. Nu moet ik eens even echt heel goed denken, want ik ga je eerlijk zeggen, Church, dat is echt al heel mijn leven, denk ik. Ik denk dat ik een jaar of 6, 7, 8... Op die toen al? Oh shit. Maar ik moet weten dat ik in een open familie ben opgegroeid, hè. Dat mijn mama altijd heeft gezegd tegen mij, Karel... Dat is niet erg, zolang dat ze maar proper is en niet op een man lijkt, zei ze altijd tegen mij. Wow, alright. Dat tweede, daar ben ik het nu al lang niet meer over eens, in de zin van, dat boeit eigenlijk niet. Tot zover de open familie. Het is niet omdat een vrouw op een man lijkt dat ze ineens lesbisch is of zo. Oh, dat ze vies maar is of zo. Ze zei wel van, zolang dat geen vies is. Maar, dus dat was toen. Maar toen was ik totaal nog niet geïnteresseerd in meisjes en ik vond alles vies. Ik was zo van, kussen, snap je? Mm-hmm. En dan denk ik rond mijn 13, 14 of zo. Nee, 14. We gaan 14 pakken, want 13 toen was ik nog klein in mijn hoofd. Echt heel klein. Toen ging ik nog zo een gele auto stikken en van die dingen. Maar legit, ik lach echt niet. Toen is dat begonnen, dan begon ik zo ook naar meisjes te kijken. Ja? Ja, ja, maar pas op, hè, want ik heb ook zo een fase gehad dat ik los was van jongens. Hè. Ik dacht dat ik hetero was. En ik denk dat soms nu nog zo zijn, zo 1 of 2 dagen in de week ben ik dat wel eens. En dan de andere dagen... Maar ja, alleen naar jongen, alleen waar je niet meer naar vrouwen kijkt of zo. Ja, dus ja, maar dat is kei fluïde. De ene dag is dat jongens mij degoteren tot en met. Allee, jongens degoteren mij altijd mannen. Wow, bars! Jongetjes, snap je? Ik doe niet meer aan jongetjes. Nee, ik lach. Wow, what the hell is going on? Ik heb echt keiveel Fanta gedronken. Het gaat soms bij team boys, soms bij team girls en zo. Maar ja, er is een fase geweest dat ik dat in mijn hoofd had, meisjes, dat gaat niet. Zijn middelen live. Maar niet zo ontkennen, niet zo van, ik wil dat niet zijn en ik zit daarmee in. Mm. Ik heb ook nooit gedacht dat ik lesbisch was. Nou, dan wist ik dat ik mannen veel te nice vond om fully lesbisch te zijn. 2 of 3 jaar geleden heb ik dan wel aanvaard. En heb ik gezegd van oké, nu is het duidelijk dat ik ook op meisjes val. Dus toen heb ik dat voor mezelf bevestigd. Hè. Ja. Ik wist het al lang, maar toen heb ik het in mijn hoofd bevestigd. Tot ja. Want ik had zo op school, ik denk in het zesde leerjaar of zo, had ik zo een zin gelezen en er stond zo bij, maar dat ging bijvoorbeeld over homoseksueel. Ik ben benieuwd waar het komt. Nee, het is niet, ik heb die zin niet opgeschreven. Ik had ergens gelezen en daar stond bij, je bent homo of je bent pas homoseksueel als je dat van jezelf vindt, snap je? Als jij zelf zegt tegen jezelf van oké, bijvoorbeeld, I'm gay. Ik weet dat van mezelf, I'm gay, dan pas zet je dat. Ik had de indruk dat mensen dat bij mij al wisten. Dat nooit, ik heb nooit coming out shit gedaan met mijn vrienden of zo. Dat ik zo zei van jongens. Ik moet iets zeggen, pak elkaar vast. Haal de takken van de bomen vast. Maar met mijn ouders wel, hè? Ja? Dat is een grappig verhaal. Ik weet niet, ik ben nu aan het nadenken. Ik heb je dat al eens verteld. Ik heb me dat al eens verteld, maar ik ben dat vergeten. Dus iemand belt mij. Caro, ik zie dat jij op TikTok in alle kleuren van de regenboog verkondigt dat je biseksueel bent. Wil je daarover komen praten in een video? En ik zeg zo, ja. En dan ineens, dus ik had alles wat geregeld. Hè, de dag waarop ik ging komen, alles. En dan had ik van, ah, maar...
Ja, mijn ouders gaan hem misschien zien als hij op YouTube komt. En toen dacht ik van, ik ga gewoon die video gebruiken als coming out. Oh, maar ja. Ik had dan zo de weken voordat we gingen filmen wel zo al gezegd van, ja, ik ga over de LGBTQIA+ community praten. En dan zei mijn vader zo van, ah ja, oké, nice. En dan zo een paar dagen later belde hij, zeg, wat was dat? Bent jij zelf in die community? En dan was ik zo van... Nu was het moment zo van, oké. Okay. Ik zo, ja. Ja. Die zo, oh, Karel. Ah, hij zei, oh. Hij is echt boos geworden op mij. Ah, boos, echt? Hij was echt zo van, wauw, je bent je toekomst aan het vergooien. Maar wat heeft dat er niet zo, maar echt zo van... Ik ben gewoon aan het lachen om die... Oh, Karel. En die zo, wat moet helemaal ik allemaal kans. Met u meemaken, zo die shit. En dan was ik zo van... Misschien moeten we dat niet over de telefoon doen. En kom, ik ga zeggen, onlangs heb ik hem gezien. En toen zei hij tegen mij, ja, Caro, ik heb erover nagedacht. Talk to ik me, bro. Ik snap het. Want eerst, hij kon niet begrijpen, mannen en vrouwen. Hij was van, kies, zoek een kant. Je kunt niet alle twee, dat is hebberig. Waarom ga je nu voor alle twee? Dat is te veel keuze. En dan zei hij tegen mij van, je moet wel oppassen. Want je gaat niet kunnen kiezen of je op een man of een vrouw verliefd bent. Dus je kunt niet, je mocht niet expres met een man trouwen omdat dat makkelijker is om kinderen te krijgen, zei hij tegen mij. Ik zo, ja, dat is waar. In deze maatschappij, het is nog veel te vroeg. Die taboes zijn nog niet weg en die gaan binnen 20 jaar ook niet weg zijn. Ik studeer film, regie. Daarnaast maak je ook nog foto's. Ja. Dus je bent fotograaf, ook videograaf, mag ik zeggen. Ja. Tuurlijk. Ja. Nu mag je dat zeggen. Hoe bedoel je? Wanneer niet dan? Ik denk dat er altijd een moment gaat zeggen, want nu mag je dat zeggen, omdat ik altijd aan het verbeteren ben. Dus zou je ook wel zeggen? Ja, tuurlijk. Maar, ja, oké. Okay. Als ik nu terugblik naar wat ik een jaar geleden maakte, dan schaam ik mij bijna. Ja, op die manier. Ik snap het. Dus misschien zeg je dat volgend jaar ook hetzelfde. Van, alleen nu, toen ik niet verkondigd ben via videograaf. Zat je? Nee, oké. Okay, maar je houdt je daar wel mee bezig. Ja, ik hou me er en zeker ja, ik wil gewoon vragen. Hoe verloopt dat nu, zeg maar? Heb je daarbij bepaalde doelstellingen dat je zou willen bereiken? Iets dat je graag zou willen doen daarmee? Ah ja, sowieso. Ik wil daar echt letterlijk mijn beroep van maken. Ik weet sowieso dat ik na deze studio camera ga doen. Dus ik wil eigenlijk DOP worden, dus... DOP? Director of Photography. Oké. Dus dat zijn... Wow. Dat is eigenlijk de persoon die de leiding heeft over camera's in een film en wat camera's doen. En die praat met de regisseur om te zien van... Jij hebt dat verhaal geschreven. Jij wilt dat verhaal maken. Hoe gaan we dat in de praktijk omzetten, welke kaders gebruiken we, waar staat de camera, de beweging van de camera, dat is een DOP. Dat wil ik sowieso worden, omdat in de filmwereld er een gebrek is aan vrouwen. Ten eerste, er zijn veel te weinig vrouwen in de filmwereld. Laat staan vrouwelijke camera vrouwen. Wat? Zot, hè? Moeilijk woord, hè? Het is echt moeilijk. Poetsvrouw, poetsman, hè? Huh? Nee, maar ik zei vrouwelijke camera vrouw. Ja, ik weet het. Ah ja, je zou gewoon zeggen camera vrouw in plaats van cameraman, maar je zei Oké, okay, dus je vindt dat is moeilijk. Hè? Het is moeilijk, ja, het is toch moeilijk. Ja, een camera vrouw. Er zijn weinig camera vrouwen, voor zover dat aan woord is. Nou, dat is wel heel raar, hoor. Ik wil gewoon films maken met een vrouwelijk oog, maar letterlijk. Er is een verschil tussen hoe dat mannen een film draaien en hoe dat vrouwen een film draaien. Ja. Zijn er al... Is er een bekende film dat gemaakt is door een vrouw? Ik ben even aan het denken. Bah, Kelly Reichardt, maar die ga je misschien niet... Heb je de film Certain Women gezien? Nee. Er zijn er wel, hoor. Ja? Maar daarmee dat ik het zeg, om er op te komen, het is veel makkelijker om een man op te noemen. Tuurlijk, ja. Dus dat is wel iets wat ik wil doen, maar ik wil sowieso wel films maken later. Mm-hmm. Maar lang speelfilms. Maar dan moet ik even zo gaan bedelen bij de staat van... Can I have a budget, please? Please, want nu is het echt letterlijk zo... Of scenarist worden of zo. En gewoon schrijven met een koffie. Wacht, en dus ja, DOP, dat is echt zo qua camera's. Dat is alles, puur camera's. Puur camera's. Ja. En scenarist, dat is dan zelf effectief schrijven van... Dat is het verhaal. Dat is de persoon die een scenario maakt. En je kunt bijvoorbeeld scenario's schrijven. En als regisseur verfilmen. Dus je bent de scenarist en een regisseur. Mm-hmm. Dat leren wij ook. Omdat veel regisseurs...
schrijven hun eigen scenario's. Ja, ik denk omdat dat makkelijker is, je hebt iets in je hoofd en je vertaalt dat op papier. Ja, maar er zijn ook scenaristen die voor andere mensen schrijven. Ah, dus iemand komt mijn idee en dan hij zegt van oké, ik ga dat even in zo gaan we dat doen. Je hebt een teamwork echt, hè, een filmmaker. Zo'n beetje als een architect, zeg maar, en een ingenieur. Die maakt het plan, die heeft dat door aan de bouw ingenieur, en die maken dan het huis. Oké, het zal wel een scenario. Voilà, dus dat lijkt mij wel leuk om te doen. Maar ik wil eigenlijk gewoon later een gezin. Dat is echt mijn ultieme droom. Ik wil gewoon een gezin. Een mooie... Gewoon een nice fam, snap je? Om een lekker warm, gezellige sfeer om terug naar huis te komen na een lange dag werken van oh yes, ja, gewoon kinderen zien opgroeien, snap je, die de juiste tools geven om mijn leven om te gaan. Mm-hmm. Gewoon die shit, gewoon getrouwd blijven of met iemand blijven. Jij gelooft voor wel een lange echt in tijd. Trouwen, hè? Ja, tuurlijk. Dat is wel, dat koester ik wel ergens, maar ik weet wel dat ik zelfs misschien op mijn 50ste trouw, snap je wat ik wil zeggen? Niks mis mee in principe. Maar dat is wel echt iets waar ik in mijn hoofd heb, dat ik later echt een fam wil hebben. Ja. Dat is mijn grootste angst, om onvruchtbaar te zijn, legit. Dat je niet laten tussen? Jawel, maar ik weet dat ik vruchtbaar ben. Waarom zeg je dan? Ah, je wilt niet te laat. Dat is mijn grootste angst. Je wilt niet te laat aan daaraan beginnen, totdat je slecht nieuws zou kunnen krijgen. Maar ja, maar je bent niet meer vruchtbaar. Bedoel nee, maar onvruchtbaar, dat kan door van alles zijn. Hè? Dat je een of andere kiste krijgt op je eierstok en dan moet teruggehaald worden en dat je geen kilo's kunt. Ah, ja. Wow, nee, dat kan ik me echt niet voorbeelden, dat ik geen kinderen van mezelf kan krijgen. Wat is zoiets van, oké, dit is voor mij echt wel een achievement? De tijd waarop ik mijn followers heb gegenereerd, denk ik. Maar sowieso, je moet weten, voor mij is het nooit goed genoeg. Ik ben altijd zo van, oké, ik word daar op dat evenement uitgenodigd omdat mensen mijn hoofd daar willen zien. Ik word daar uitgenodigd omdat ik die avant-première moet gaan kijken. Daar gevraagd om in dat programma iets te gaan vertellen over dit. De krant belt mij om. Snap je? Die shit, maar dat ben ik zo van... Eigenlijk, ik ben ondertussen mij heel erg bewust geworden van dit. En als ik daardoor al mijn sponsors kwijtspeel, je m'en fout, maar het ding is, je bent een product van de media geworden. Je bent iemand, je hoofd, dat plaatst je in die setting. Uh-huh. Je vraagt dat hoofd, letterlijk die persoon, dat mens, om filmpjes te maken, iets te verspreiden, dat andere mensen dat ook gaan zien. Snap je, maakt eigenlijk gratis reclame, of snap je, wordt overal uitgenodigd, dat is allemaal super leuk en keilekker eten en super tof en gratis en je krijgt cadeautjes en ik weet niet wat allemaal. Maar je bent uiteindelijk wel een product om hun product verder te verspreiden. Dus ik ben er ook wel achter gekomen dat daar heel veel misbruik gemaakt wordt van influencers. Ja. Dat er sommige deals worden voorgesteld waarvan je denkt, jij bent niet beschermd. En ze kunnen dat dan nog zo keimooi inkleden van, dan krijg je dit en dit en dit en dit, maar daar eigenlijk krijg je totaal niks. Bijvoorbeeld deals met vouchers bijvoorbeeld. Ja. Dat ze zeggen van, kijk, ik krijg nu een 100 euro voucher. Dan ben ik zo van, dus ik krijg 100 euro van het bedrijf dat ik terug moet geven aan jullie. Snap je zo die shit? Jullie verliezen niks. Ik ben wel in aanraking gekomen met marketing, dus ik ga je eerlijk zeggen, die dingen daar ben ik niet trots op, omdat dat erbij komt door een nummertje op mijn account, door mensen die mij volgen, waar dat ik hard voor heb gewerkt, allee hard. En dan is dat gewoon een kwestie van, dat komt hen gemakkelijk uit. Dus het zou maar dom zijn als ze mij niet zouden vragen. Dat is een beetje de dinges. Maar om echt trots te zijn op iets, ik weet niet of ik daar al ben. Ik denk trots dat ik mensen kan inspireren. Ja, maar er is een verschil. Er is een verschil tussen trots zijn en zeggen van, oh yes, I made it. Snap je? Ik bedoel, je kunt, zoals gezegd, je kunt zeggen van, ja, ik ben niet tevreden. I want more. Maar er zijn sowieso, niet te ontkennen, zijn er achievements. Snap je? Ik bedoel, je hebt dingen bereikt. Snap je? Je cijfers zijn zwaar gestegen. Je hebt een stem nu. Bedrijven komen naar u. Dat was zeg maar een jaar geleden niet zo. Snap je wat ik bedoel? Nee, totaal niet. Dus, ja. Maar ook, ik vind dat een super narcistisch beroep eigenlijk. Allee, beroep, pas op. Het is een beroep, hè, ondertussen. Ik verdien daar geld mee, maar... Ik verschot! Oh my god, she's making money! Ik was fucking uit het schot, gast. Ik was gewoon... Mensen, ik was aan het twijfelen. Ik was aan het twijfelen. Ga ik haar zeggen, ja, pak jij geld. Maar je pakt geld niet. Ja, dankjewel. Nee, echt. Verdiend. Ik ben trots. Ik ben blij. Dank u. Me get your money! Of het je OnlyFans?
maar ik was eerst nog iets aan het zeggen. Wat was ik aan het zeggen, Church? Ik vind dat een super narcistisch beroep. Allee ja, het is ondertussen. Hey, maar jij luistert goed. Yo, ik ben een luisteraar. Jij luistert goed. Jezus Christus, zeg alsjeblieft. Luisterend oog. Ik vind dat een narcistisch beroep. Ik moet eigenlijk gewoon de hele tijd over mezelf praten, over mijn leven, mijn hoofd. Mensen willen mij zien. Want je uiteindelijk, wie weet, binnen een jaar praat ik niet meer tegen je. Nee, ik lach. Dat is niet waar, hè. Dat is wat ik dus probeer tegen te gaan. Zien jullie hoe maar dat zijn ze mensen is? Zo. Zien jullie hoe dat ze is? Dat is de waar. Nu hebben jullie net de ware Karel gezien. Wie weet, binnen zoveel potten gaat het niet. Nee, maar er zijn mensen die echt zo zijn, hè. Nee, klopt. Kijk, hey, het is niet leuk. Het is niet leuk, maar ja, kijk, je wordt, zeg maar, naarmate dat je groter wordt, je hebt meer en meer dingen te doen en zo, en dan heb je minder en minder tijd voor de friends, zeg maar, snap je? Dus, oh, you change, ja. Yeah. I got busy, snap je? Ja, maar het is vooral dat het naar je hoofd kan stijgen en dat heb ik wel al gemerkt, hè. Alleen niet aan mijn eigen, want ik word precies, je weet dat ik normaal gezien, zonder die following en zo, gewoon confidence heb, snap je? Mm. Maar ik kom iemand tegen, een meisje van 12 jaar, en die zegt tegen mij, mag ik een foto met u? Bro, mijn hart explodeert letterlijk. Ik ben zo... Stop! Waarom wil jij een foto met mij? Zo ben ik echt En hoe poseert je dan op die foto? Ben ik zo... Was dat een selfie of was dat... Een half mama, wil jij een foto trekken van ons of zoiets? Of was dat een selfie? Maar dat is allemaal al gebeurd. Zal ik een selfie, hoe gaat je poseren als ik zo doe? Dan ben ik zo... Ah! Hoe is hij bang? Professional. Maar ja, OnlyFans. Ja, wat vind je van OnlyFans? Just by the way. Ik vind dat het goed is dat vrouwen eindelijk geld verdienen met hun eigen porno. Dat kan ik je wel zeggen, want je weet toch dat het meeste waarop op al die mainstream porn sites staat, dat die vrouwen geen cent zien, misschien 200 euro voor een video die 28 miljoen views haalt. Is dat zo? Ja. Ja, ik denk dat het dan afhangt van hoe groot, wat voor bekend... Ja, maar zo Pornhub en zo en die bullshit, echt waar. Ja, maar Pornhub, de meeste shit is amateur. Dat zijn mensen die dat zelf filmen. Ja, maar zelfs die amateur, dat is ook niet zo amateuristisch, hè. Mm. Ja, oké. Okay. Ja. Maar en zo ook zo Bang Bros en wat is dat allemaal? Allee, zo Bang Bros, dat is al wel meer kwaliteit, hè. Brothers en zo, dat zijn... Dat is gewoon pure exploitatie. Dat is film, hè. Dat is film, hè. Dat is film, hè. Dat is film. Ja, dan ga je dat ook maken later. Dat is film, hè. Dat is... Nee, maar ik vind... Wow. Ik weet niet wat ik van OnlyFans vind. In de zin, ik heb er geen kennis over. Maar ik vind wel gewoon fair dat je betaalt voor die shit. Dat vind ik oké, maar ik denk dat het misschien... Ik heb gewoon altijd iets gehad. Ik shame in no way sex workers. Nooit. Ja. Ik vind, die mensen worden niet genoeg beschermd in de maatschappij, waardoor dat zij continu... Ze kunnen hun eigen naam niet gebruiken, ze moeten bang zijn voor stalkers, omdat bepaalde mannen zich niet kunnen inhouden en obsessief worden en ik weet niet wat allemaal. Maar ik ga wel zeggen dat ik altijd in mijn hoofd heb gehad, jij hoeft dat niet te doen om geld te verdienen, zelfs niet als dat, zogezegd, je laatste optie is. Laatste optie in de zin van, ik zou me daar zelf niet comfortabel bij voelen dat ik misschien op een dag 40 jaar ben en dat ik terugblik op mijn roaring 20s, waarbij dat ik mijn lijf op OnlyFans heb tentoongesteld, letterlijk. Dat is ook wat dat ze doen. Wetende dat zoveel mensen dat hebben gezien, die filmpjes hebben. Ik denk dat dat meer mijn probleem is, dat mijn naaktheid vertoond wordt. Niet dat ik vind dat ook niet erg dat sommige vrouwen die keuze maken om dat wel te doen. Ik weet gewoon dat zelfs al gaat het super slecht financieel gezien, dat ik niet naar dat zou grijpen, naar easy money. Het is geen easy money in de zin van, je moet een fanbase opbouwen op OnlyFans en je moet dagelijks je promo video's maken. Ik heb een vriendin die dat doet, daarmee dat ik dat weet. Maar je steekt daar super veel werk in, dat is een job zoals een andere job in de zin van de uren die je eraan spendeert. Dat is niet een paar nudes maken, dat is veel meer dan ja, dat. Dus je moet dat is alles. Echt reclame ook je boekhouding en zo en die shit, ja voilà, je reclame. Je moet, om daar geld mee te kunnen verdienen, je moet actief blijven en zo, je moet er tijd in steken. Ook strippers en zo, je moet ook uren op hakken kunnen staan van zo groot. Snap je? Niet iedereen is daarvoor gemaakt. Er zijn mensen die daar super gelukkig van zijn, die gelukkig getrouwd zijn en die OnlyFans hebben. Die OnlyFans hebben met iemand met wie dat ze gelukkig getrouwd zijn. Tegenwoordig alles kan op OnlyFans. Snap je? Mensen die kookvideo's maken op OnlyFans zonder dat dat
seksueel getint is, maar mensen die betalen, die manier, mensen die podcasts erop inspreken. Dus het is veel. OnlyFans is meer als gewoon chicks dat. Die zeg maar hun ding doen. Maar sexworking, ik shame dat niet. Ik denk ook niet dat als op een dag mijn beste vriendin zegt tegen mij van, yo Karel, ik ben een sugar baby vandaag, dat ik ga zeggen van, yo, ik ga gewoon zeggen be safe, snap je? Ja, het is dat, snap je? Maar het is onveilig. Ja. Het is een fucking onveilige wereld. En er is keiveel stigma rond. Nu zijn mensen van, ze gaat daar OnlyFans droppen. She belongs to the streets. Allemaal goed en wel. Maar je gaat me niet zeggen dat die mensen nog nooit een gratis filmpje hebben gezien, snap je? De reden waarom dat mannen het zo hard haten over het algemeen. Nee, maar echt waar, hè. Alright. Is omdat ze ervoor moeten betalen. Dat is zo ingewikkeld allemaal. Maar mannen kunnen... Ik heb het nu over mannen in het algemeen, slechte mannen die vrouwen haten, die eigenlijk gewoon alleen willen profiteren van vrouwen, die naakte vrouwen willen zien, mooie vrouwen, zo die er zo uitzien en dat ze dat allemaal kunnen aanpassen volgens hoe dat zij het willen. Die kunnen daar niet tegen dat ook zelfstandige vrouwen kunnen zijn die meer verdienen dan hun, die een businessplan hebben, die weten met wat dat ze bezig zijn. Die willen dat liever op de eerste lijn, op de eerste pagina van Pornhub zien, snap je wat ik wil zeggen? Hoe gemakkelijker, hoe minder geld dat ze daar aan moeten spenderen. Want ik kijk toch maar naar iets. Maar er wordt gewoon niet genoeg voor betaald. En wie dat wel met geld gaan lopen, dat zijn de mensen die niet in de video's komen, hoor. Dat kan ik wel zeggen. Nee, ook niet de cameraman, ook niet de persoon. Dat zijn de mensen die aan het hoofd staan van al die pooiers, bij wijze van spreken. Die films kunnen maken. Ik vind dat zo'n fucked up industrie. Maar OnlyFans behoort voor mij niet bij de porn industry. Je hebt bijvoorbeeld die famous pornstars zoals Lil D en zo. Die hebben ook allemaal hun eigen OnlyFans. Maar die verdienen veel meer op OnlyFans dan op die andere sites. Die zijn beroemd geworden door die kleine sites. Die hebben een fanbase opgebouwd en die zijn naar OnlyFans gegaan. Omdat ze daar geld op verdienen. Ja, klopt. Zo'n beetje als Patreon en zo. Patreon is ook zoiets. Ja. Nee, maar ik zeg het, ik heb een vriendin die daar echt mee bezig is. Die zelf maar je vriendin, die OnlyFans die je vriendin heeft, is dat OnlyFans in de zin van ik wil jongens teasen? Of is dat een OnlyFans die over koken gaat, zoals je zegt of zo? Of gaat dat echt over zo van, oké, ik ben sexy op OnlyFans? Dit is seksueel, hè? Ze heeft een seksuele OnlyFans. Ja. Oké. Ja, het is niet per se dat ze mannen wil teasen of zo, want dan zegt ze ook altijd dat mensen denken dat de industry voor mannen is. Nee, zo bedoelde ik het niet. Maar ik bedoelde, ja, gaat het over seks of gaat het over iets totaal anders? Ja, het is niet over origami of zo. Okay. En ja, maar je wacht iets aan zeggen ook over de reden dat mannen, zeg maar de slechte mannen, OnlyFans haten of chicks haten die op OnlyFans zitten. Ik weet niet of het echt is omdat ze moeten betalen. Ik zou zo eerder zeggen dat zo het moeilijk is of dat sommige mannen het moeilijk hebben met een vrouw te respecteren die zichzelf, zeg maar, helemaal bloot stelt. En ja, het is natuurlijk, vraag op zijn minst, als je het toch doet, vraag er dan geld voor. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is mijn mindset die ik heb over OnlyFans. Mijn mindset van OnlyFans is van, kijk, en veel. You do you. Ik ga sowieso niet judgen, doe je ding, maar de kans is klein dat ik je ga wijven. En als je er geld mee krijgt, zoveel te beter. I mean, snap je? Dat is goed. Als je dat geld, dat is legaal. Pak je geld. Snap je wat ik bedoel? Maar ik denk dat veel mensen, of mannen zeg maar, haat op chicks die OnlyFans doen omdat ze zich blootgeven, zeg maar, voor de wereld. Snap je wat ik bedoel? En dan is dat ook op vlak van respect. Zo van, het is moeilijk om zo'n chick te respecteren. Kijk, zij laat zichzelf zo zien voor maar iedereen. Maar er is een verschil tussen, snap je wat ik bedoel? Er is een verschil tussen, zoals je zegt, respecteren en wifen. Ik vind niet dat je kunt een vrouw respecteren en de keuze maken voor jezelf van, ik heb de voorkeur dat als ik een vrouw heb dat niet half Vlaanderen heeft gezien, bij wijze van spreken. Ja. Dat is je recht als man en als vrouw ook. Maar ik vind wel een moeilijke lijn om te trekken als je dan zelf wel actief bent op porno-sites of zo. Want dan kijk je eigenlijk naar de seksuele content van misschien iemand anders zijn vrouw. Snap je wat ik wil zeggen? Ja. Je bent daardoor ook niet rechtstreeks verbonden aan een sekswerker, hè? Maar je bent wel iemand die eraan bijdraagt en die views levert. Ja, maar het is niet als stel als man zijn. Het is niet omdat je masturbeert op een chick die je ziet op je scherm, dat je haar respecteert of zo. Snap je wat ik bedoel? Nee, absoluut niet. Absoluut je kunt niet. Zeggen, anders zou die wereld zo unsafe niet zijn. Ja, zo. Bad girls, ze zien een salam, maar dan denk je toch wel van, kijk.
vuile hoer. Ja, maar dat is de dualiteit. Tu comprends? Maar dat is het probleem. Ja, dus ik weet niet of dat dan... Het probleem dat mannen ons gebruiken, ons als vrouw zijnde, mm-hmm. ik zeg ons, ja. ons gebruiken om pleasure te krijgen mm-hmm. voor zichzelf. Ja. Maar vanaf dat ze een pleasure hebben gehad, saaf, oké, ga nu weg, want je bent niet zwaard. Je bent een... Dus ze gebruiken het, maar ze verafschuwen het op hetzelfde moment. Mm-hmm. En dat kan er voor mij niet in. Ja, dat weet ik ook dat je. Ik ben een enorme voorstander van bijvoorbeeld emancipatie in dat gebied. Dus vrouwelijke pornoregisseurs die films maken die vrouwvriendelijk zijn. Dus niet waar dat je een gedrogeerde chick ziet die een half uur anaal genomen wordt, waar dat je van weet van als dat gebeurt in het echt en je bent niet gedrogeerd, je sterft van de pijn. Hè? Maar legit, hè? Dat is vrouwonvriendelijk en je kunt het hebben op een vriendelijke manier. Ik zeg nu maar iets. Zo hè? Passionate. Of dat je letterlijk ziet dat een vrouw enorm veel pijn aan het lijden is. Uh-huh. Maar dat er ergens iemand achter een schermpje tegen die man teken doet van doe maar verder. Het is mooi op beeld. Mm. En ik heb veel daarover opgezocht omdat dat mij heel erg intrigeerde. Van wat maakt die industrie nu zo aantrekkelijk en waarom kan er zoveel daar? En dan heb ik ook ontdekt dat er ook sites zijn bijvoorbeeld waar dat vrouwvriendelijke porno op staat. Maar dan denk ik meestal altijd van hey, dat is van die vanilla shoot. Dat is kei onschuldig en allemaal van... Nee, dat is eigenlijk gewoon evenveel schermtijd voor mannen als voor vrouwen. Dus dat wil zeggen dat als een man 7 minuten een blowjob krijgt, dat je ook 7 minuten ziet dat een vrouw hoofd krijgt. Snap je wat ik wil zeggen? Dat niet is van, oké, standaard, intro van de video, ze leren elkaar kennen. Dan ineens, broek uit, man wordt gepijpt voor solid 8 minuten. Solid dan 2 seconden vingeren en dan is het 3 minuten. Bang, bang time. Je komt klaar en het is klaar. Yeah, dat is zo de standaard Pornhub video, legit. Dat is 10 minuten, 6 minuten daarvan blowjob, ze gaat bijna dood ook. En ja, dat is fucking erg. En dus dat is fucking erg. Oh, dat is erg, wow. Ja? Hoe is het erg? Maar dus dat wil ik gewoon zeggen. Ja. Die schermtijd en al die dingen. En consent, en wordt hij daar wel genoeg voor betaald? Die shit is belangrijk. Mag ik, er zijn toch ook pornovideo's voor chicks? Lesbies, passionate lesbian. Dat is alleen maar... En dan plus, ik heb nog zo zin. Ah, maar daar heb ik mijn mening over. Die strelen elkaar, daarna een klein beetje aanraken. En je hebt misschien... Weet je wat altijd grappig is? Je moet iets op de nagels letten van vrouwen in lesbian porn. Ja, dat heb ik ook al gezien. Ik had zo chicks gezien met echt zo'n nagels en die vingeren elkaar. Dan ben ik zo van... Daar denk ik zo van... Doet dat geen pijn? Dat doet fucking veel pijn, hè? Ah, wel? Allee, ik bedoel, waar gaan die nagels naartoe? Dat heb ik nu nog niet gehad. Maar ik kan je wel zeggen dat nagels hebben daarbij, dat doet pijn. Er zijn heel veel vrouwen die lesbian porn doen omdat dat extra geld is. Maar je ziet dan hoe dat die doen en zich gedragen dat die niet eens weten hoe dat moet. Dat gewoon een gewoon job is. Nasty shit doen alsof je het leuk vindt en zo. Wat heb je aan mijn neus, hè? Huh? Dat ik al heel de tijd aan mijn neus aan het krabben ben. Je gaat dat in die montage zien, zo. Zeg? Dat je ze zit te snuffelen, maat? Nee. Alleszins... Maat, ben wat dus doet jij? Dat mijn lippen... Je moet dat zo houden. Ah, wat is nog goed? Je zegt niks. Ik ben hier precies zo... Wat is er goed? Dat mijn lipstift nog goed is. Maar jongens, toch. Mijn lipgloss. Maar, dus lesbians hebben... Ah, oké, okay, I got it. Zo van... Als je lange nagels hebt, zo van, if you're lesbian, you probably don't have long nails. Ja, om af te sluiten, kijk nu, er zit zelf geen structuur. Wat vind jij van mij? Er zit je helemaal geen structuur meer. Nee, tuurlijk, ga je niet vragen. Geef je mij op 10? Ja, oh. Like en pb. Like en? Pb, prikbord. Op Facebook back in. Bereiken. Goeie vraag. Rijken! Goeie vraag, ik heb een lijstje. Alleen een lijstje. Ik wil sowieso ooit een langspeelfilm publiceren. Dat is een groot doel in mijn leven. Maar wat is een langspeelfilm? Een langspeelfilm is eigenlijk gewoon een film die in de cinema kan gedraaid worden. Dus gewoon een film? Ja, een film. Alright. Maar ja, je hebt kortfilms en langspeelfilms. Alright, oké. Okay. Dus een langspeelfilm is een film, vraiment. Zoals wij een film kennen, dat is een langspeelfilm. En een kortfilm is... Ja, dat is half uur tot... Ja, 45 kwartier minuten. Tot 30 minuten. Oh, oké. Katje. Alright. Dan die andere formaten, dat is vooral dat heeft met festivals te maken. Mm. Dat de... Ja, maar dat ga ik nu niet zeggen, want dat is eigenlijk niet helemaal niet interessant. Maar dat wil ik sowieso doen. Dus ooit een film maken. En echt zo in première gaan en zo die pers en zo meemaken. Mm-hmm.
dat ik ook reviews kan lezen wat andere mensen vinden. Ja. En een van mijn grootste doelen in mijn leven, en ik ga daar nog altijd blijven terugkomen, is ooit een film maken met Verle Buitens. Ik vind dat echt een topactrice. Dat is jij tegen mijn gezicht. Ja, hè? Dat herinner ik me echt. Verle Buitens. Ik wil sowieso kilo's krijgen. Kilo's zijn kinderen? Ja. Waarom zeg je kilo's? Waarom dat jij niet? Ja, ik weet niet. Kiddo's. Kinderen. Kindertjes. Wat de f***? Kleine snotters. Je wilt kinderen? Hoeveel kinderen wil je? Weet je dan? Nee, maar sowieso een even getal. Geen 3, 2 of 4. 1 ook niet. Nee, 1 niet. Want ik ben 7 jaar enig kind geweest omdat ik zo oud was. En ik vond, ik wil altijd met iemand in de tuin spelen. In de tuin spelen? Dus kindjes, vele batens. En gewoon en denk ik, ik zou willen zeggen rijk worden, maar rijk voor mij is niet dat ik in de jachttuin Saint-Tropez kan gaan chillen. Dat is niet mijn vibe van rich. Gewoon geld hebben dat je kunt investeren, dat je niet moet blijven bij één ding. Dus dat ik bijvoorbeeld een huis koop en dat ik een ander huis kan verhuren ofzo. Dat zou voor mij dingen zijn. En gewoon zorg dat mijn kinderen of mijn ikzelf in de eerste plaats al, daar begint het, niks te kort komt. En dat je zo soms wel eens een toffe reis kunt maken. En dat je zo om de week of om de 2 weken eens goed op restaurant kunt gaan. En dat je goede feestjes kunt geven voor je verjaardag. Zonder dat je echt moet stressen om het financiële. Ja. En dat je wel spaarcentjes aan de kant kunt zetten voor je kindjes. En, waarom praat je zo helemaal zo als je dat... Omdat ik moe ben, chat! We zijn aan het afronden, maar jij blijft hier dingen... Jij blijft maar dingen opzommen. Ja, maar jij blijft mij ook vragen stellen. En dan kindje, familie, feestjes doen en zo. Misschien ook gewoon wel famous zijn, maar niet met TikTok later. Ik wil niet dat mensen mee onthouden door TikTok later. Als ik gestorven ben. Ah, als je gestorven... Waarom niet? Ik zou liever hebben dat ze mij herinneren als een goede regisseur. Ja, maar... Ja, oké, okay, maar zeg maar, TikTok kan... Dat kan op mijn Wikipedia-pagina komen. Ja, voor zo van regisseur en daaronder ook zoveel mensen... Dat is waar mijn levensloop begint, zo. Waar mijn carrière begint, TikTok. Sowieso, maar daar is nu no way back meer, hè. Dat gaat sowieso dat echt... in uw... Dat gaat een deel zijn van... Uw succesverhaal, als ze zo terugkijken en zeggen, maar ja, zoals begon op TikTok. Sowieso, dat is nu al zo. Wie weet ben ik ooit zoals Miley Cyrus, dat ik zo al die kinderen niet meer wil in mijn fanbase. En dan ga ik zo Wrecking Ball shit uithalen ofzo. Dat is wel waar, de leeftijd op TikTok is echt wel... Ja, mijn doelpubliek, God bless, is tussen 16 en 20 het grootste, dus dat wel. Mijn doelpubliek is zo 18, 24. Ah, nice. Dat is elite, vind ik. Dat is, ja, ik was blij dat ik dat zei, want ik zei ja... En homoseksuele mannen heb ik ook gezien. Ja, maar ik denk niet dat dat is door wat ik zeg. Ik denk dat dat eerder is door als ik af en toe eens een foto trek. Zonder je macho gedrag, dus. Macho gedrag? Nash Rigol! Je ziet zelf die dingen zeggen van het is tijd. Ja, alles. Focus even op deze camera om af te sluiten. Het is wel een zieke timing eigenlijk. Ja, wow, shit. Damn, jij fail. Ja, de judge question zit erop. Ik zou graag sowieso Virgo Prinses a.k.a. Karo bedanken voor de tijd. Ik zeg, ik wil u bedanken, maar jij zegt dankjewel. Ik zeg dankjewel aan u, hé. Zo, op die manier. Oh, ja. Dank je dat ik in de auto mag zitten. Ja. Het is heel graag gedaan. Waar kunnen ze je allemaal terugvinden eigenlijk? Twitter, Instagram, TikTok, alles... Gewoon Virgo Princess. Ja? Maar mijn Instagram is eigenlijk Caro, snap je? Maar je kunt mij ook vinden als Virgo Princess. Ja, als je Virgo Princess intipt, dan ga je sowieso vinden. En op Twitter ook, maar volg mij zeker op Twitter. Zit je nog op YouTube ook? Ja, maar dat is even on hold. Maar ik ben bezig met shit. Dus YouTube mag, maar hoeft niet per se op dit moment. Snapchat? Google zelfs. Je kunt mij zelfs op Google... Alleen maar dat Snapchat? Is niet zo raar. Is je ook op Snapchat? Ja, maar vandaag een guy heeft mijn Snapchat gevraagd. Weet je wat ik tegen hem zei? Grow up, nigga! Ik weet al waar we naartoe gaan. En hij zegt zo... Huh? Ja, te fort, morder hier. Te fort! Te fort! Gewoon het origineel, no? En hij was echt een beetje pist op mij. Zie, hij zei waarom zijn stoel of... Wat? Hij zei waarschijnlijk zijn hoofd om de zijn stoel of zijn met door of... Ja, hij was van amai, je bent wel slim, hè? Die weet dat. En die dacht dat niet normaal is of zo. Nee, Snapchat is passé, dat doe ik niet meer. Nee, misschien om 1 noot in het jaar te sturen en dat zal het dan ook wel zijn. Voilà. Mensen, bedankt om te blijven kijken. Als ik zie, wacht, we hebben
twee keer stopgezet. Dus dat is een half uur, een half uur. En nu zit het al boven de 20. Jezus, we hebben meer dan een uur content. Ik ga kunnen editen als een chien. Ja, mensen, kijk, zoals ze zei, wees jezelf. Wees niet bang. Luister niet te veel naar de haters. En, nee, niet doen. Zeker niet doen. Echt niet doen. Ga je nergens mee komen. En dus mensen, bedankt voor het kijken. Like, comment, subscribe. Like, comment, deel. Je weet zelf wat je moet doen. En dan zie je elkaar voor de next video. Ja. Yes. Ciao. Thanks.